de Kluis wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Nee, we geven niet zo snel op. Er zit hier iemand. Hé, hey, blijf staan, blijf staan! Ja, ze weten nog niet waar ik ben. Let's do it. Er is een kluis open! Let's get it! Vincent is nog steeds op zoek naar de Giel, Thomas en Stefan moeten deze zwaar beveiligde locatie met hun leven verdedigen. Hier bevindt zich namelijk de kluis. Iedere aflevering waagt een team van 3 bekende Nederlanders zich aan de uitdaging om de kluis te kraken en er met de enorme buit vandoor te gaan. Lukt het de overvallers om Team Stuk te slim af te zijn, het goud te vinden en heel huids het terrein met buit en al te verlaten? Verspreid over deze locatie staan 4 kluizen. Slechts 1 van de kluizen is gevuld met een zeer waardevolle lading goudstaven. 8 teams van overvallers zullen verspreid over 10 dagen een poging wagen om de kluis te kraken. Niemand weet wie er gaan komen of wanneer men gaat toeslaan. De overvallers winnen wanneer ze 35 of meer loodzware goudstaven buiten de muren van deze voor iedereen toegankelijke locatie weten veilig te stellen. Ze kunnen hun buit proberen aan te vullen door ook deze diamant te bemachtigen. Die vertegenwoordigt een waarde van 15 goudstaven. Giel, Thomas en Stefan moeten voorkomen dat de overvallers er met de buit vandoor gaan. Team Stuk bewaakt 10 dagen lang de kluizen en mag de locatie niet verlaten. Maar deze bewakers zijn wel gemachtigd om indringers die niet willen meewerken uit te schakelen met hun wapens en gevangen te nemen. Na iedere overval wordt het goud verplaatst. Zowel Team Stuk als de overvallers weten niet waar de buit zich bevindt. Het winnende team mag namens de Nationale Postcode Loterij 10.000 euro doneren aan het goede doel. En het team dat aan het einde van het seizoen de hoogste score heeft neergezet, ontvangt een dikke bonus van 20.000 euro voor haar goede doel. Dit is De Kluis. Sinds de nachtelijke overval van Frank, Yuki en Mr. Polska is er al bijna 30 uur lang geen actie geweest bij Team Stuk. Een nieuwe dag breekt aan en de jongens zijn erop gebrand om hun blamage van de afgelopen 2 overvallen recht te zetten. Stefan overziet de locatie vanuit de controlekamer, terwijl Thomas besluit om Giel ook wakker te maken, zodat het team op volle sterkte kan bewaken. Ja, dan gaat ook mijn nachtrust. Stefan wordt afgelost en hij voorziet iedereen van een ontbijtje. Thomas loopt een bewakingsrondje langs de kluizen. Kluis B, check over. En checkt ook meteen alle voorwerpen. Videokabel, check over. De boys willen koste wat het kost voorkomen dat een nieuw team van overvallers in het voordeel gaat zijn. Plattegrond, check over, over. Portofoon, check over. En ook de eerste rondleidingen van de dag zijn inmiddels weer begonnen. Als je met iemand aanraakt, jongen, ik sloop je allemaal. Het zijn alweer een hoop vrouwen, hè? Het is te hopen dat Team Stuk vandaag ten alle tijde scherp blijft. Want even verderop, in een geheime bunker, komt een nieuw team van topcriminelen samen om een overval voor te bereiden. Welkom Team 4. Ook jullie krijgen 1 uur de tijd om je vanuit deze ruimte voor te bereiden op een perfecte overval. Je vindt hier alles wat er nodig is om de kluis te kraken. Plattegronden en foto's, communicatiehulpmiddelen, tools en kopieën van de kluissleutels. Vergeet ook vooral niet om de code te noteren. Als je de plattegrond op de locatie weet te bekijken, vertelt deze code je waar je de kluis met het goud kunt vinden. En Team 3 heeft nog een kleine boodschap voor jullie. Hey, dit is Mr. Polska van Team 3. Ik heb voor jullie een belangrijke tip. Ga er gewoon in en jaag hun op. Wat we ons eigenlijk proberen te zeggen is dat we hun moeten opjagen, dus dat we echt met wapens nodig hebben. Ik ben Dio, ik maak muziek, ik rap, ik doe dat al een tijdje. En ik heb vast en zeker wel een nummer gemaakt dat jij kan kennen. Zoek het op. Ik ben een goede overvaller, want ik ben gewiekst, ik ben slim, ik ben strategisch. We gaan naar het wapen, we willen een porto en dan de camera's laten. Sleutels zijn het cruciaal. Ik ben Winston Gerstenoit en ik heb heel veel gedaan op televisie al. Ik heb grijze haren van. De jongens hebben 1,5 kilo per goudstaaf. Ik weet niet of ik de perfecte overvaller ben, maar ik hou wel van een tactisch spelletje. En dat kan wel eens te pas komen vandaag. Je moet er 35 of meer of 20 en de diamant. In principe zou het te tillen moeten zijn. Ik ben Bo Maarten, ik ben actrice. Ik denk niet per se dat ik een hele goede overvaller ben, omdat ik bangig ben. Dus ik ben best wel benieuwd hoe dat gaat zijn daarbinnen. Jezus jongens, dit is zoveel informatie man. Terwijl Bo, Dio en Winston druk zijn met hun voorbereidingen, probeert Team Stuk zo scherp mogelijk te blijven. Giel loopt weer een rondje over de locatie. Kluis A, check. Check. Oké,
Kluis B, check. Jij kan niet zo snel bij B zijn, Pink. De jongens hebben besloten om iedere ronde nu te timen. Zodat ze sneller doorhebben wanneer één van hun zich niet op tijd meldt. We zijn een paar keer flink beroofd. Een hoop goudstaven uit de kluis gehaald. Nieuwe tactiek. En dit keer hebben we alles onder controle. Let maar op. En ook dan blijft het moeilijk om continu alert te blijven. Ah, fuck it. Kluis C, check. Wapen, check. Vooral nu niet inkakken. Scherp blijven. En rondjes blijven lopen. Want op de beveiligingscamera's is niet alles te zien. Thomas, check. Check. Diamant, check. Ja, maar meteen overnemen. Tijd voor Stefan om op pad te gaan. Grond, check. Kluis A, check. Kabel, check. Kluis D, check. Nou, zullen we nog maar gelopen meteen, hè? Wat is die akelig stil, hè? Team Stuk denkt alles volledig onder controle te hebben. Maar ze worden zo meteen door de overvallers op de proef gesteld. Zij pakken hun gear bij elkaar en staan op het punt om te vertrekken. Alright. Dit is je plattegrond. My god, ik ben niet ready, jongens. Ik ben ook totaal niet ready, maar ja. Let's go. Met de bus voorzien van videoschermen vertrekken deze iets wat onzekere goudzoekers naar de locatie waar ze de bewakingsbeelden van Team Stuk kunnen aftappen. Oh, ik vind het echt leuk dat ze niet weten dat we er aankomen. Is dit dan de voorkant? Ja, daar zijn de tommetjes. Oké. Hier, net buiten de muren van de locatie, ligt een kabel waarmee het team de videoverbinding kan aftappen. Dat is hem. Maar zodra deze verbinding tot stand is gekomen... Ready, daar gaan we. Hoppakee. Start de klok en begint het spel. Oké, we hebben er eentje. Die zit in de controlekamer in de koepel. Ja. Dit is denk ik hun slaapplek. Ze zijn er niet. Ze zijn aan het lopen. Maar hij zit nou niet echt heel actief te kijken. Hij zit op zijn telefoon. Ja. We moeten eigenlijk snel gaan, want hier lopen er veel mensen. Dus ja, nu letten ze niet op. Eigenlijk wel. Ik zou gewoon gaan, Dio. Ja? Plankgas. We hadden niet echt een tactiek, ja. Op een gegeven moment dachten we gewoon, we gaan er gewoon helemaal voor. Wat we wel bedacht hadden, is dat Dio in ieder geval het wapen zou gaan pakken. En Bo en ik, die zouden maar gewoon kijken waar we uitkwamen. We hadden eigenlijk geen tactiek dus. En is dat een derde die daar komt lopen? Ja, hè? We kunnen nu naar binnen. Team Stuk komt samen in de controlekamer voor de wisseling van de wacht. Ik ben vrij, jij moet hier zitten en Gil moet rondjes lopen, ja. Oh jongens, dit is zo spannend. Oké. Okay. Winston, Bo en Dio staan op het punt om op te splitsen en hun plan uit te voeren. Zullen wij dan nu naar die toren gaan en dan ga jij vanaf hier zo meteen plankgas naar die wapens, hè? Want dat is dus hier erin, hè? Ja. Stefan is zojuist afgelost en mag even uitrusten. Giel staat op het punt om zo rondjes over te nemen. Oké, we gaan, Bo. Let's go. Bo en Winston proberen via het torentje naast de hoofdingang op het terrein te komen. Dio neemt een andere ingang en heeft als missie om het wapen te bemachtigen. Ik moet een pistool hebben, dan kan ik mezelf verdedigen, dan kan ik mensen uitschakelen. Eigenlijk is dat de machtigste positie binnen het spel. De houten deur staat nu wagenwijd open. Kut. Bij het zien van bewaker Giel klimmen Winston en Bo in paniek de houten toren in. Jongens, ik heb het idee dat er iemand op boven de verdieping zit nu. Thomas, kun je heel even komen? Giel vertrouwt het niet, maar hierdoor let er niemand op Dio. Hij kan zonder problemen doorlopen naar het wapen. Ja, maar jongens, er zit hier iemand. Oh, en ik kut, we kunnen hier niet meer uit. Mijn hart zat echt zo, ja, in mijn keel bijna. Luister, deze deur staat wagenwijd open. Ja. Ik liep daar naartoe en ik hoorde... Ik hoorde die mensen daar op het trapje naar boven lopen. Dan ga je toch en kijken? Toen zei ik, ja, en toen zei ik hallo en toen was het stil. Nou, gaan we toch kijken? Hallo. En Dio is vanaf nu gewapend. Hallo, beveiliging. En ik hoor ze ook roepen naar binnen en zo. En ik zeg tegen Winston, blijf daar. Ik ga wel naar beneden. Dus dan word ik maar gepakt. Hé, hey, blijf staan! Hey, blijf staan! Staan blijven! Hé! Hey. Ik heb... Ja, stop. Wat is dit nou? Oké, stop. We hebben er. Giel onderschept de portofoon van Bo. En samen met Thomas brengt hij deze gevangene naar de koepel. We hebben Bo Maarten hebben gevonden. Nee, je maakt een grapje. Nee, ik maak geen grapje over. Oh, fucking hell. Ik had net pauze, verdomme. Maar Stefan zal toch aan de bak moeten. Want Dio en Winston zijn nog op vrije voeten.
In de koepel wordt Bo door de boys vastgebonden op een stoel. Maar ze zullen er wel in de gaten moeten blijven houden. Want ze mag natuurlijk proberen om te ontsnappen. Ik had net pauze. Kan je nou niet even wachten? Jongens, hebben jullie informatie van mij? Bo gaat niets meer kunnen doorgeven. Haar portofoon is namelijk afgenomen. Hey Thomas, ga jij in de kamer zitten of niet? Dankzij de opoffering van Bo kan Winston de toren verlaten. En buitenom naar een andere ingang zoeken. Oké, deze chick zit goed vast. Blijf zitten, hè, schat. Dio heeft het wapen op zak en denkt na over zijn volgende stap. Ik kan voor de communicatie gaan en die portals van hun pakken. Ga ik dat doen? Ik zit op de begane grond. Met een kruis. Dio gaat op pad om de portofoon te pakken waarmee hij de communicatie van Team Stuk kan afluisteren. Maar hij vergist zich in het zicht van een van de bewakingscamera's. Ik zie iemand bij vleugel D lopen buiten. Over. Ik loop nu vleugel B in via de sluis. Maar omdat de bewaking nu alleen maar oog heeft voor Dio, is Winston's weg naar binnen helemaal vrij. De overvallers hebben nog geen idee in welke kluis het goud zit. Maar Winston heeft alle sleutels op zak en rent naar de dichtstbijzijnde kluis. Eén kluis geopend, daar zat maar één goudstaaf in. Die moesten we dus niet hebben. Winston kan het alarm uitschakelen, als hij de juiste kabel doorknipt. Ga je naar geel? Guys, horen jullie mij? Ik heb één van die portos te pakken. Bestel een porto, daar zijn ze nu. Over. Nou, helaas kreeg ik dat alarm niet op tijd genoeg uit. Er is een kluis open! Ik hoor een alarm. Jongens, welk kluis is het? Ik ga A-checken, over. Boys, ze weten dat er een kluis open is. En Winston maakt dat hij wegkomt. Kluis A is fout. Kluis A is er niet. De bewakers zijn nu zo druk met de kluizen dat ze geen zicht meer houden op hun gevangenen. En aangezien de diamant nu ook voor het oprapen ligt... Het diamant is gejat, over. Maar Bo heeft geen idee hoe ze hier wegkomt. Ja, blijf staan. Ja, jij gaat helemaal nergens. Hè. Deze ontsnappingspoging heeft dus niet lang geduurd. Bo heeft de diamant weer te pakken, over. Oké, zitten. Leef maar weer in. Dankjewel. Maar even dus, er is geen kluisje geopend. Nee, de diamant is weer terug. De diamant ligt weer veilig op zijn plek. Maar Team Stuk heeft totaal niet door dat kluis A zojuist is opengemaakt. En zodra de kust weer veilig is, durft Winston uit zijn schuilplaats te komen. Oké, jongens, ik heb de eerste goudstaaf. Dio, zullen wij buiten verzamelen? Thomas, recht achter je. Ik heb ze gezien. Luister! Giel, sluit die af. Het lijkt bijna onmogelijk om rennend raak te schieten. En dus probeert Thomas zijn kogels te sparen en Winston te voet aan te houden. Jongens, ik heb Winston te pakken, over. Dio loopt inmiddels veilig buiten de muren van het terrein, wanneer Winston doorgeeft wat er is gebeurd. Kanana, is hij gepakt. Bo, waar ben jij? Ook gepakt. Ben ik nog in mijn eentje in het fucking spel? Hadden we misschien toch gewoon naar mij moeten luisteren en het gewoon voorzichtig aan proberen te doen. Winston wordt vastgebonden naast Bo. En Stefan bewaakt deze brutale goudzoekers. Jeetje, man. Ze kwamen echt in één keer. En bam, 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 bam. Weten we eigenlijk wie we zoeken? Geen idee wie we zoeken. Ik heb geen sleutels. Ik heb niks. En dan komt Team Stuk ineens tot de ontdekking dat er toch iets verdwenen is. Okay, het wapendepot is weg, over. Shit, het wapen is weg. Ik heb nu wel een wapen en een porto, maar zonder sleutels kan ik niks. Oké, ik moet jullie dus komen bevrijden. Dan wordt het gewoon alles of niets. En terwijl er een gewapende overvaller over het terrein rent, bedenken Winston en Bo hoe ze uit deze situatie kunnen komen. Thank you.
Hoe lang ben je hier over? Hoeveel dagen? Al heel lang, veel te lang. En ik had net pauze, dus ik ben heel chagrijnig dat jullie zijn gekomen. Gaan we niet doen. Laat hem los. Ik waarschuw je, laat hem los. Oké. Zitten. Good luck, Bo! Bo is ontsnapt. Maar Winston wordt weer vastgezet in de koepel. Dio dwaalt door het pand. Hij heeft nog maar weinig opties. Want de kluissleutels, die heeft Winston. Maar wat moet ik nu doen? Weet je? En toen dacht ik, ja, ik heb een pistool. Misschien is het een hele domme actie, maar ik moet het gewoon proberen. En anders vinden ze me toch wel. Bo zoekt naar een manier om van haar tie wraps af te komen. Heel heldhaftig probeerde ik Winston te bevrijden, want ik dacht, ik heb nu wel een wapen en een porto, maar zonder sleutels kan ik niks. Hier ze lopen daar. Daar boven je. Staan blijven. Hey Dio. En ik was mijn eentje op pad en ik had geen kluissleutel. Ik denk het enige hoe ik nu van nut kan zijn, is door om die kabel door te knippen. Dus ben ik wel heel gericht naar die camera's op zoek gegaan. Dio, staan blijven. Ik heb een wapen en ik ga schieten. Jij kan hem ook schieten, hè? Vergeet dat niet. Nee. Ik ben gepakt en dat is een rot gevoel, want er is echt letterlijk om me geschoten. Ik heb je geraakt. Ik heb je gewaarschuwd. Je bent af. Ha. Dat is wel een heldendaad in ieder geval. Wat? Ik kwam je redden, man. Jongens, ik heb hier even versteking nodig. Dio, laat je wapen maar los. Die vorder ik bij deze. Team Stuk heeft dus nog steeds niet gezien dat Winston één van de kluizen heeft gekraakt. En ze lopen daarom hun ronde langs alle kluizen. Kluis A, check. Kluis B is check, over. Die staat. Laat je zien. Dio zit ondertussen nog steeds niet vastgebonden en vindt het wel mooi geweest. Jongens, ik heb hier versterking nodig, godver. Waar ben je, over? Ja, ze ontsnapt toch weer, jongens. Waar zijn jullie nou? Het lijkt te vinden. Ja, wat is er? Dio komt hier toch aan met een pistool, gast. Hier, kijk wat er is gebeurd. Hou hem vast. Ik moet die pistolen wegdoen. Winston heeft alle kluissleutels, dus ook al ga ik er nu in mijn eentje heen, kan ik niks doen. Ik heb wel net de camera's uitgezet. Bo en Dio zijn allebei weer op vrije voeten. Ik ben ontsnapt. Kom op, jongens. Denken jullie dat jullie me echt lang gaan vasthouden? Ben je gek of zo? En deze twee overvallers hebben elkaar snel weer gevonden. Ja? Ja. Oké, top. Ik had een wapen, maar die heb ik niet mee, maar ik heb wel een porto. Oké, dus ze hebben geen beeld meer. Ze hebben... Maar Winston, ik weet niet of Winston nog steeds gevonden. Hij zit vast. Maar hij heeft dus kluissleutels. Ja. Voor Team Stuk is het eindelijk duidelijk met wie ze te maken hebben. Oké, het was dus Dio. En Bo en Dio zijn dus nog steeds in het spel. Ze hebben geen beelden meer, dus we moeten afleiding doen. Zodat hij kan ontsnappen of hij of even ze moeten sleutels afpakken. Maar we hebben er niks aan als hij er blijft zitten met de sleutels. Stefan loopt na alle actie als eerste weer de controlekamer in. Oké, jongens, we hebben geen beeldmateriaal in de control room. De camera is dood. Ik herhaal, de camera's zijn dood. Godsamme, zijn er geen camera's meer te zien? Oké, ik ga gewoon voor de diamant. En dan? Dan ga ik Winston proberen. Want Winston kan ontsnappen. Oké, en wat doe ik in de tussentijd? De bewakers hebben Winston aan zijn lot overgelaten en focussen zich nu alleen nog op de kluizen. Oké, Winston is er vandoor, die gaat godsamme. Laten we maar gaan, jongens. We weten onze tactiek, we moeten gewoon een spelletje uitspelen. Ik kan hier niks doen, ik ga rondlopen. Winston mag de diamanten wel hebben laten liggen. Hij rent nu rechtstreeks naar een kluis om zijn geluk nogmaals te beproeven. Afleiding van de diamant. Ik ga gewoon de diamant. Maar als we dan worden geschoten? Ik ga de diamant op. En dan kan Winston de commotie weg. De enige taak voor ons is zorgen dat het goud niet genakt wordt. Dus we blijven met z'n drieën rondjes lopen. Ik kom erbij, dat is echt een goede manier. Ik had de kluis geopend en dat was de kluis. Daar lag alles in. Thank you.
had zoveel goud in mijn tas gedaan dat ik het niet kon dragen. Ik heb die hele tas naar een of andere kamer gesleept. Het leek wel een dood paard zo zwaar. Kom hier. Er gaat een alarm af. Ik ga aan, kluis is open, over. Nee, dat kan niet. Is best wel ontsnapt. Kom op! Ze hebben kluis C proberen te kraken, maar hij is weer dicht, over. Ik was zo slim geweest om die kluis weer dicht te doen. Want ik dacht, als die kluis open staat, weten ook zij dat dit de goede kluis is. Jongens, er is hier een blauwe kabel doorgeknipt bij kluis A. Maar de kluis is dicht, over. C is check, alleen ik kan niet zien of er goud uit is, over. Terwijl de bewaking probeert te achterhalen of er goud is verdwenen, houdt Winston zich muisstil verstopt in een van de kantoortjes vlak bij de kluis. En toen ben ik daar het goud gaan tellen. Ik heb zoveel meegenomen als ik kon. Dat is lekker. Ik heb 29 goudstaven mee, maar het is te zwaar voor de rugzak. En terwijl Winston zich bedenkt hoe hij deze buit veilig buiten de muren gaat krijgen, neemt Bo een kijkje in de koepel, in de hoop de diamant te pakken. Diamant is gestolen, ik herhaal. Diamant is gestolen, zijn hele auto. Bo, staan blijven of ik schiet. Staan blijven of ik schiet. Geef de diamant terug aan Stefan, die daar, in zijn handen. Hey, Dio. Dio gaat richting sector B, over. Dio, blijf staan. Blijf staan. Staan blijven, Dio, of ik schiet! Staan blijven, of ik schiet! Staan blijven! Ja, raak! Maar enkele minuten later ligt de diamant weer op de plek en zijn Bo en Dio weer gevangenen. Zie je die mooie diamant, jongens? Ja, ik heb hem op mijn handen gehad. Toch ligt hij er weer. Winston zit nog steeds verstopt met de buit. Maar het gaat hem nooit in zijn eentje lukken om al die loodzware goudstaven naar buiten te tillen. En toen heb ik dus een groot gedeelte van dat goud heb ik eruit gelegd. Omdat ik dacht, als het misgaat en ze pakken me, dan heb ik die kluissleutel en komt het nooit meer goed. Stefan is klaar met alle ontsnappingspogingen en besluit om de overvallers nu volledig aan hun stoelen vast te tapen. Oké, maar nu komen we echt nooit meer weg. Nee, dat is ook de bedoeling. Team Stuk staat er goed voor. We zijn veel te sterk nu. Winston kan niet in zijn uppie een kluis leeghalen en ook nog gaan tellen. Het is nu echt een kwestie van dit spel uitspelen. Nu doen we het goed, we zijn lekker bezig. Ja, dit gaat niet meer goed komen. We hebben het wel verprutst. Ik weet niet hoe je nog gaat raken. Jongens, laten we vooral heel rustig blijven. Winston gaat zich vanzelf laten zien. Wij kunnen nu jou helpen als je wil. Dio en ik waren op een gegeven moment echt helemaal vastgetaped. Gewoon echt om onze benen, om onze handen, onze rugzakken aan elkaar. En we hadden geen porto meer. We hadden geen contact met Winston. We hadden geen teken van Winston. Winston, waar zit je? Maar heel slim. We hadden onze telefoonnummers van tevoren uitgewisseld. Winston belt me nu volgens mij. Echt? Ja. Hey. Yo, Winston. Waar zit je? Wij zitten vast in de koepelruimte. Met z'n tweeën, Bo en ik. Ik heb 30 goudstaven. Oké. De laatste persoon moet sowieso nog iets nakken. Dus blijf gewoon je rondjes lopen, oké? Winston, waar ben je dan? Bo en Dio proberen hun bewakers af te leiden, zodat ze ongestoord met Winston kunnen blijven bellen. Like an escape. Kun je één ding vertellen? Bo en Dio gaan sowieso weer proberen te ontsnappen. Winston, bel nog een keer. Winston. Ik heb hier genoeg staven. Als jij de diamant pakt en dan de hoofduitgang pakt, dan pak ik zometeen de andere uitgang. Ik had die goudstaven precies geteld. Want ik wist, 20 plus de diamant is genoeg. Oké, let's go. Oké. We zijn nu los, we moeten nu bewegen. Oké, gaan. Bo en Dio zijn weer op vrije voeten, over. Meen je niet. En ook Winston verlaat ondertussen zijn schuilplaats. Maar ze mogen die diamant wel hebben, want de rest krijgen ze toch niet. Maar Team Stuk heeft nog steeds niet door dat de kluis al lang is leeggeroofd. En de overvaller in kwestie probeert nu met 30 kilo aan goudstaven het terrein te verlaten. Zwaar.
Dan kunnen we weer van voren aan beginnen. Kunnen we nu nog mensen gaan helpen? Oké, ik ga via de andere kant. Ja, gaan we. Kom, we moeten hem gaan helpen. Buiten. 15? 20. Ja! 20. Ja, daar zijn we er. Yes! Hij had gewoon die goudstaven. Wat een held, echt. En toen wisten we, ja, we zijn er. We hebben het gehaald. Oh, man. Het is zo zwaar, die straat voelde me. Oh, godverdomme, heb je dit lopen dragen? Lekker gedaan, Pik. We zijn buiten met de buit. Voor de zekerheid natellen, weet je, hopen dat hij niks heeft laten vallen onderweg. 1920, lekker! Het is gelukt! Fuck! Ze staan buiten de poort, jongens, en ze hebben goudstaven. En een diamant, shit, boys. Ja, je maakt een fucking grapje. Hoe kan dat nou? Voor de derde keer verslagen. Ah! Jongens, later, hè? Same time, next year. Giel, het is klaar. Het spel is klaar, ze hebben gewonnen. Oh. Hé, hebben ze gewonnen? Jongens, we hebben het gehaald! Echt, man. Ik ben zo trots op ons. Ah. Hoe is dit gelukt? Wat goed. Ze zijn al weg. Hoeveel goudstaven hebben ze dan? Dat weten we niet. Maar ze waren aan het tellen en toen zijn ze weggelopen. We hebben gewonnen. We waren voldaan. Dat we gewoon hebben gewonnen, dat we 10.000 euro nu voor Terdezon hebben. Ik heb onlangs nog een reis mogen maken naar Nepal, waar vreselijke dingen gebeuren. Kindermisbruik, pedofilie. Terdezon heeft daar geheime teams zitten om die mensen op te sporen en ervoor te zorgen dat die kinderen worden opgevangen. Dus ik weet hoe welkom dit geld is om hun werk over nog meer plekken in de wereld te kunnen doen. Echt? Yes, yes, yes. We hebben het gedaan. Het is Bo, Dio en Winston gelukt om 20 goudstaven en de diamant veilig te stellen. En daarmee hebben ze het team stuk verslagen. Er was niet voldoende tijd om de score te verhogen. Dus de bonus van 20.000 euro staat nog steeds op naam van het goede doel van Nienke, Ruben en Tim. Heb jij goed opgelet? Ga dan snel naar dekluis.tv. Kraak de kluis en maak kans op vette prijzen. Waaronder die hoofdprijs van 10.000 euro. De kluis werd mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.